Yvonne Koldewijer heeft gisteren weer voor flink wat onrust gezorgd in showbizland door een filmpje van Steven Brunswijk online te plaatsen. Hierop is te zien hoe de cabaretier tijdens de Canelparade in Amsterdam de huig van een vrouw masseert. Wie de vrouw is, is onduidelijk, maar het is niet Ayla, met wie hij onlangs in het huwelijk trad. Het filmpje is zeer expliciet, Steven is echt heel intens aan het tongworstelen. Does your wife know? Plaatste Yvonne bij het filmpje. Ja, antwoordde Steven razendsnel via zijn eigen kanaal. Jammer dat je tegenwoordig gedwongen wordt om als bekend persoon je privéleven te bespreken. Maar ja, het is wat het is. Het was in ieder geval erg gezellig geworden met z'n viertjes. Sorry Yvonne, maar ben niet vreemd gegaan. Ayla en ik hebben wel een heerlijke nacht gehad in Mokum tranen van geluk. Steven verduidelijkt in het AD dat hij en zijn vrouw geen open huwelijk hebben. Ik zeg niet tegen zo iemand, kom maar mee naar huis. En het is niet zo dat we dit elke week doen, maar af en toe. Het is alleen leuk als Ayla en ik samen zijn, ze is er altijd bij, aldus de comediant, die gisteravond samen met zijn vrouw een interview gaf aan Shownieuws. Als Ayla het prima vindt, dan is er natuurlijk niets aan de hand, reageert Yvonne. Ze heeft het statement van Steven geleaked. The wife knows. Open huwelijk dus. Wel de meest gore tongsessie die ik ooit heb gezien, gezicht dat op de grond rolt van het lachen. Zal een leuke avond zijn geworden. Groetjes. Charlie Luske, die 4 maanden geleden werd ontmaskerd als vreemdganger door het Juice-kanaal Roddelpraat, spreekt ondertussen zijn steun uit voor Steven in een inmiddels verwijderde comment. Die bemoeizucht van die depressieve losers. Ze zouden al die mensen een keer moeten sandwichen, tranen van geluk. Andere reageerders vinden dat Charlie helemaal niet in de positie is om opeens deze bravoure tentoon te stellen. Jij moet helemaal je bakkes houden, jij ging vreemd zonder toestemming, zegt ene Damia. En mol, dacht die sukkel weer even wannabe lollig te doen? Hij is de grootste zielige loser ever, nadat ik zijn voice note heb gehoord naar dat roddelkanaal, Roddelpraat, Red. Yvonne deelt de reactie van Charlie met haar volgers en vraagt hen, gesandwiched worden door Charlie en Steven? Daarop antwoordt 81%, gadverdamme. Kill me now. Ze deelt ook een reactie van een van haar spionnen, was die Charlie niet juist degene die depressief was toen hij exposed werd? Lol. Yvonne, Charlie is af. Tot slot laat ook privébaas Evert Santegoets van zich horen. Hij vindt dat Yvonne te voorbarig is geweest. Koldewijertje had daar meteen weer een fikse mening over, moppert hij. Die is er zo streng op. Ze heeft echt een enorme hekel aan vreemdgaan. Ik weet niet wat er in haar eigen leven gebeurd is, maar daar moet iets zitten.
We'll be right back.